Like even deze video voor extra veel geluk. En als je het negeert, krijg je namelijk dit. En dat wil je dus niet hebben. Welkom terug bij een nieuwe video. En ik denk dat de hoogste tijd is dat ik iets leuks ga doen. Want ik heb dus vandaag een leuke date gepland staan. Hey, wat ga jij vandaag eigenlijk doen? Hey, luister. Ik moet vandaag naar New York toe, zeg maar. Want ik heb nou ook een afspraak staan. Ik heb een meeting staan. En ik moet er één dagje blijven slapen. Bewaak jij het huis hier zo? Oh, er is niemand thuis. Ja, prima joh. Ik bewaak wel het huis. Mag ik even je auto toevallig lenen? Want mijn benzine is leeg. En ik krijg morgen pas mijn loon gestort. Oh ja, natuurlijk. Wat ga je vandaag eigenlijk doen? Ik heb een date. Ik heb met haar even wat lekker eten. Ik weet nog niet precies wat en dan kom ik hier weer terug. Oh, veel plezier vandaag. Ja, ik vind het wel goed, joh. Mooi, dankjewel, pa. Nou ja, dat betekent maar één ding, dat ik zijn auto mag lenen. Dus ik ga eens even naar de garage toe en eens even zijn auto te pakken nemen. Want ja, ik heb nog wel, ik heb een auto, alleen die van mij staat stil. Goed, weet je, laat even deze auto gaan pakken en even naar mijn date gaan rijden. Ik ben heel erg benieuwd. Ze is dus op de kermis en ze heet Natasha. Dus ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet, maar wat voor dame zal het eigenlijk zijn en wat voor iemand is het? Trouwens, mijn auto staat hier zo. Ja, jullie hebben mijn auto nog niet echt gezien. Nou ja, hij rijdt prima, alleen ja, zonder benzine kom ik niet echt ver vooruit. Maar wat vind je van deze auto? Het is wel echt een verschil met de auto van mijn vader. Ook in mijn eigen huis. Ja, ik woon eigenlijk in een appartement, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een heel verschil. Maar weet je, laten we niet te veel gaan kletsen. Ik denk dat het de hoogste tijd is om naar mijn date te rijden. En ik ben dus heel erg benieuwd wat ik van mijn date kan verwachten. Ik vind het wel een beetje spannend, want ja, ik heb al heel lang geen dates meer gehad. En ja, ik weet ook niet wat ik kan verwachten eigenlijk. Maar ik ben toch wel eigenlijk toe aan iets nieuws. Aan een relatie. Want ik ben al zo lang, weet ik wat, single. Dus ik denk dat ik het wel goed kan gebruiken. Nu moet ik niet gaan roekeloos rijden, want dat vindt mijn date ook niet interessant, denk ik. Maar weet je wat? Ik zie jullie weer straks op de plek waar ik mijn date ga meeten. Ze is dus op de kermis. Ik heb het idee dat ze met wat vriendinnen daar is. Maar ja, we kunnen even kijken of het ook daadwerkelijk zo is. Ik heb mijn vrienden zetten. Ik mag hem eigenlijk hier niet gaan parkeren, maar ik ga het wel even doen. En oké, als het goed is, daar staat ze. Verderop. Volgens mij zie ik haar staan. Oh ja. En wacht, wie is die jongen nou weer? Dit meen je niet. Ik heb net de eerste dag een date en het gaat nu al fout. Hey, ik heb met jou een afgesproken namelijk vandaag. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Oh, hey Delano. Ja, maar mij gaat goed hoor. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Superleuk dat ik je kan leren kennen. Wat bij het komen hier zo? Ah, fijn om te horen. Nee, ik ben niet met mijn eigen auto aangekomen. Dus ja, het wordt hartstikke leuk vandaag. Maar wie is die jongen die naast je staat? Oh, maak je maar geen zorgen. Dat is mijn broer. Je broer, maar wat een vandaag een leuke date. Ik ben hem hoor, je zus, ja? Oké. Ik weet niet wat je wou zeggen, maar whatever dan ook. Hé, lieverd, kom even lekker mee, zou ik zeggen. Wat schat, nog harder wil ik doen. Gewoon buiten een leuke dag afgesproken vandaag. Luister, broer, ik heb nu even iets anders aan mijn hoofd. En we gaan even wat andere dingen doen meer, oké? Dus misschien kom ik een keertje bij je terug, maar niet vandaag. Ik vind het wel heel raar dit. Lieverd, kom maar mee. Laten we even samen naar de auto gaan. Ja, dat klinkt echt als een heel goed idee. Ik heb er echt super veel zin in. Wat gaan we eigenlijk vandaag doen? Waar heb je eigenlijk zin in vandaag? Ja, ik heb eigenlijk wel zin om even lekker wat te gaan eten. Maar heb je ook misschien zin om even wat te gaan eten? Het is al eindmiddag, dus ik dacht misschien wel leuk om dat samen te doen. Oh ja, maar waar zullen we eigenlijk gaan eten? Lieverd, waar heb je eigenlijk zin in vandaag? Misschien friet of patat en een burger erbij? Of wil je dat liever niet? Nee, ik vind dat een beetje saai. Ik heb best wel zin in een biefstukje namelijk. Dus als we iets lekkers kunnen eten als een biefstukje, dan ben ik wel tevreden. Oké, prima. Weet je, dan gaan we even lekker naar het restaurant rijden. En dan gaan we samen een biefstukje eten. Ik heb ook op zich wel honger, dus kom wel goed uit, hè? Ja, inderdaad. Dat begrijp ik, hoor. Ik had echt een drukke dag gehad en ik ben gewoon moe op dit moment gewoon. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar weet je wat, mensen? Ik zie jullie weer op de volgende plek. Even kijken, als het goed is, moet het restaurant namelijk hier zijn, toch? Ja, dat klopt. Ik ben hier al 5 wezen eten. Oké, die maat met mijn ex, maar ik wil het niet vaak over hebben met mijn ex of zo. Maar het was wel echt lekker hier om het eten. Oké, kun je vertellen iets over je ex? Wat is er precies gebeurd? Je weet hoe alle mannen zijn. Ze zijn vreemd te gaan. En ik hoop dat jij dat niet zal doen. Nee, tuurlijk niet. Ik zal nooit vreemd gaan. Nooit in mijn leven. Oké, dat is heel goed om te horen. Ja, ik was met de stoute koning. De stoute koning? Ik weet wel wie je bedoelt. Dat is niet oké. Maar prima, weet je, ik ben blij dat je er weg bent. Maar je had ook wel kunnen weten dat je niet met de stoute koning op date moet gaan, hè? Dat is waar. Oké, ik heb even de auto uitgeladen en we gaan eens op date. Maar dit restaurant is echt duur. Ik meen, het is een van de duurste restaurants van de stad. Ook wel midden in de stad ook gewoon. Oh my god. Ik dacht McDonald's of zo. Ik bedoel, ik moet mijn loon nog krijgen. Hoe ga ik dat nou doen? Oh, gelukkig heb ik de gegevens van mijn papa. Dus ik maak wel gebruik van mijn vaders creditcard. Maar hier had ik dus niet op gerekend. Nou ja, in ieder geval laat ik even plaats gaan nemen. En oh, wauw. Wat een mooi muziekje hier zo. Het is wel heel rustig, maar hey, prima. Dat is wel een lekker plekje. Wacht, heb jij champagne besteld? Ja, dat klopt. Is er iets mis mee om champagne te drinken samen? Oh nee, ik vind het wel lekker. Ik wist niet al zo ver was. Joh, ja, ik moet mijn auto even uitzetten en je weet hoe dat gaat. Je hebt dat begrijp hier goed met al de werk, schat. Inderdaad. Oh, er komt iemand aan. Laten we even samen wat drinken gaan bestellen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Inderdaad. Laten we dat samen even gaan doen. Nou, dan komt u dus aan hoor. Hey, goeie avond. Zou ik iets te drinken voor jullie kunnen inschenken? Ja, doe voor mij maar een colaatje alsjeblieft. Een colaatje? Serieus? Drink je nou even niet een wijntje of een champagne met me mee? Wat? Ik moet nog rijden, ja. Nou, en? Wat maakt dat nou weer uit? Nou ja, doe maar 2 wijntjes alsjeblieft. Ja, oké, vooruit bij deze. Oké, ga ik regelen. Komt eraan. Dankjewel, hè. Oké, het ziet er nou uit dat hij wat wijntjes gaat pakken. Nou ja, op zich, daar ben ik op zich wel content mee. Dus laten we even wat samen wel gaan drinken of zo. Ja, inderdaad. Dat is wel fijn als we even iets samen kunnen drinken. Zelf. Ja, dat vind ik nou ook. Maar luister, studeer je of zo? Of werk je ergens?
Nee, ik doe het allebei namelijk niet. Ik zit eigenlijk voor 0 dag een beetje thuis. Ja, dat eigenlijk. Ah, maar heb je dan een uitkering of wat heb je? Ik heb een uitkering, maar niet alleen dat. Er zijn andere manieren dat ik geld verdien, maar dat wil ik jou liever niet vertellen. Maar hoezo niet? Wat zijn de manieren dat je geld verdient dan? Nogmaals, dat wil ik jou liever niet vertellen. Moet je mezelf achterkomen. Ik denk dat ik het wel weet. Ik vertrouw het niet helemaal. Maar waarom doe je zo moeilijk om het feit dat ze een wijntje samen gaan drinken? Kijk, weet je wel, het is de avond is nog jonger en we hebben nog zat dingen om te drinken. Ik heb liever niet dat er een politie op mijn lip staat. Ik wil liever niet mijn rijbewijs kwijtraken. Ik hoop dat je dat begrijpt. Nou en, een beetje een bad boy doet dit voor mij, ja, want ik wil het. Oké, whatever dan ook. Het zal ook allemaal wel goed zijn. Oké, de open komt nu aan. Als het goed is, krijgen we nu onze drinken. Nou, dat is hartstikke lekker dan, want ik heb best wel veel dorst. Ja, ik ook wel op zich. Hey, als het goed is, heb je je drinken bij. Klopt dat? Dat klopt zeker. 2 wijntjes. Kijk, alsjeblieft dan, jongens. Dankjewel. Zouden we ook al wat eten kunnen bestellen? Doe voor mij maar een biefstukje, alsjeblieft. Een biefstukje? Zeg, jongeman. We gaan eens een volgerecht doen, ja? Doe voor mij eerst maar een runde carpaccio en daarna een biefstuk. Serieus? Oké, ik doe met je mee. Oké, dat is helemaal goed. Komt eraan. Ga ik regelen voor je. Dankjewel, hè. Nou ja, in ieder geval, dit komt er zometeen weer aan. Maar wou je nou serieus volgerecht gaan doen? Ik wil eigenlijk alleen het hoofd krijgen, want ja. Gast, wie next? Wat doe je nou weer moeilijk? We hebben de hele avond samen, oké? Ja, oké. En maar luister, zijn er ook dingen waar je mee bezighoudt of zo? Of misschien dingen die je leuk vindt? Nee, niet echt. Ik lig een beetje honger, heilig in bed. En af en toe speel je een keer af met mijn vriendin of zo. En gaan we lekker shoppen. Ah, wat voor kleding draag je daar? Ja, kijk, nu heb je dit aan toevallig. Maar wat draag je normaal gesproken dan? Christian Dior. Wow. Oké. Doe maar duur, zeg. Ja, maar wat draag jij er eigenlijk? Je hebt toch geld zat? Waarom loop je dan in dit rond? Ja, kijk, ik heb andere prioriteiten om mijn geld uit te geven. Een carpaccio voor jullie. Kijk eens, alsjeblieft, jongens en meisjes. Oké, dankjewel, hè. Nou, laten we lekker smullen, schat. Inderdaad, daar heb ik ook wel weer zin in. Eet smakelijk, hè, en het hoofdgerecht komt eraan. Okidoki. Nou ja, laten we even in ieder geval lekker samen gaan eten. Klinkt als een goed idee. A few moments later. Zo, ik heb heerlijk gegeten. Die biefstuk was mal, zeg. Dat wil je niet weten. Inderdaad, had. Nou ja, laten we even samen gaan afrekenen dan. Afrekenen? Ik wil ook nog een maagdirect, ja? Zijn jullie uitgegeten? Ja. Wat zeg je dan, ja? Ik wil nog een ijsje. Doe voor hem al een dumb lunch en voor hem al daar. Oké, ik vind het maar goed. Zou je trouwens nog een dokter voor ons kunnen doen? De Cinerice? Voor mij ook? Ja, tuurlijk. Ja, doe gewoon maar mee, ja. Maar ik wil niet te veel alcohol in mijn lichaam hebben. I'll do what I said. Nou, jongen, pittige tante heb je. Nou ja, ik ga het voor jullie regelen. Okidoki. A few moments later. Zo, ik ben prettig lam, zeg. Ik weet niet meer wat ik ga zeggen. Ben jij nu al dronken? Doe eens even normaal, joh. Maar ja, in ieder geval, laten we even gaan aflekenen. Oké, even kijken. We hadden een biefstukje. We hadden namelijk 5 cocktails. En we hadden 2 wijntjes. En daarbij een carpaccio en een dambolantje. Dat kost je dan €688. Wacht, wat? Oké, ik ben spontaan niet meer aangeschoten. €688? Dan wacht je nog op. Je kunt ook wel betalen. Oké, kijk eens. Alsjeblieft. Er staat niet genoeg geld op, jongeman. Wacht, wat? Wacht. Oké, ik moet het van mijn vader even kijken. Oké, hoe ga ik dat nu doen? Wacht, ik had de verkeerde rekening. Mijn excuses. Oké, nou, het is geslaagd. Dan wil ik jullie nog een fijne avond wensen. Dankjewel, hè. Oké, ik vind het echt niet meer leuk. Zij is duur, man. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het niet erg om voor mijn date te betalen, maar dit is wel heel erg duur. Jeetje, mineetje. Ik vraag me niet helemaal of zo. Weet je, ik heb een idee. Ik ben nog met deze auto aangekomen. Maar morgen kom ik gewoon met mijn goedkope koekblik, want deze is zogenaamd getankt. En dan ga ik naar mijn huis toe. Eens even kijken of ze nog steeds zo enthousiast is. Nou ja, laat ik even gaan instappen. Ik denk dat de hoogste tijd is. Gat, waarom duurde het zo lang? Ja, ik moest even heel erg nodig naar de wc, dus vandaar. Oké. Ja, goed dat ik er niet bij was, hè. Jeetje, mineetje. Tja, kan ik ook niks aan doen, maar jij bent gewoon je eigen ding aan het doen en ik ben mijn ding aan het doen, dus... Whatever. Laat even lekker samen naar huis gaan, dus ik denk dat het een goed idee is. Wil je in een groot huis of in een klein huis? Ja, ik woon in een groot huis. Ik zou zeggen, kijk maar mee. Oké, nou, dat klinkt als een goed idee. Nou, we zijn dus bijna thuis aangekomen. Ik denk dat de hoogste tijd is mijn auto even te gaan parkeren hier zo. Wat een groot huis, hè. Je mag achter zeven. Hoe is die lelijke auto daar in de verte? De lelijke auto staat er gewoon nog steeds. Het is gewoon een reserve auto van ons. Ah, oké. Ik ben blij dat je daar niet in bent gekomen, hè? Weet je, laat hier even lekker uit gaan stappen. Ik denk dat het een goed idee is. Nou, dan gaan we naar de woonkamer toe en ik denk dat we lekker samen film gaan kijken. Zo, lieverd, laten we samen film gaan kijken, hè? Klinkt als een goed idee. Dat vind ik nou ook. A few moments later. Nou, ik heb genoten van deze avond. Daar zijn we nu thuis af willen zetten? Ja hoor, ga ik doen. Weet je, ik stel het je wel even thuis af. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Okidoki, nou ja, laten we dat even gaan doen. Ik heb haar thuis afgezet en ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan slapen. Ik ben wel echt heel erg moe op dit moment. Maar ik vond het toch wel een beetje een rare meet-up. Ik zeg je eerlijk, ik voel deze vibe niet echt helemaal. Ik heb echt het idee, en jullie kunnen het waarschijnlijk wel merken, dat ze echt achter mijn geld aan zit. En ik wil dat morgen even testen, dus ik ga lekker slapen. Weet je wat? Wel rusten. A few inches later. Oh, goedemorgen. Ik heb vandaag weer met haar afgesproken en ik denk wel dat ik weet wat haar verwachtingen zijn. Zij verwacht waarschijnlijk dat ik met haar hele dure dingen ga doen. En dat ga ik dus niet laten gebeuren. Weet je, we hebben gisteren al iets heel erg duurs gedaan. En die rekening doet nog steeds hartstikke veel pijn. Als ze me hier niet dankbaar voor is, dan snap ik het ook niet. Gewoon €344 per persoon. En nu had zij
veel meer cocktails op dan ik. Dus waarschijnlijk was het eigenlijk gewoon 300 euro voor mij en 400 euro voor haar. En ik vind het eigenlijk voor mezelf te duur om 300 euro uit te geven. Maar blijkbaar zij niet. Nou ja, deze rijdt op zich nog best wel prima ook. Ik zeg je heel eerlijk. Maar we gaan haar even ophalen. Ik weet toevallig waar ze woont, maar ik heb het niet op film gebracht. Maar dat ga ik jullie vandaag al even laten zien. Het is echt gewoon beschamend. Gewoon vanuitgaan dat je met een rijke gast op stap wil gaan. En uiteindelijk zelf in zo'n armoedig huisje woont. Dat is gewoon echt het meest typische wat je eigenlijk kan hebben. Weet je, en er is niks mis mee om in een arm huis te wonen, hè, of in een flat. Maar kom op, gedraag je dan ook een beetje. Ga dan niet doen alsof je bij een of andere rijke boy wil uithangen. Om vervolgens zelf in een armoedig huis te wonen. Ik snap er ook letterlijk helemaal niks van. Maar als zeg, deze is lekker snel en dat is op zich wel heel fijn. Dus laat ik even naartoe gaan rijden. Maar ja, ik blijf mijn vrouw nog even volhouden. En eens even kijken of ze überhaupt wel met me meegaat. En dat ze instapt. Maar ik acht de kans vrij klein, zeg maar. Maar ja, weet je, we kunnen altijd proberen. En misschien stapt ze wel in hoor, als ik een beetje een goed verhaal heb. Maar nog steeds, het zal niet moeten eigenlijk. Dit is gewoon letterlijk de wijk en ik maak geen grap waar zij is opgegroeid. En dat kan, hè, weet je. Je kunt in een mindere wijk opgroeien, maar kom op, je kunt je dan echt niet zo opstellen. Ik bedoel, als je gewoon een normale baan zou hebben, dat wil ze niet. Maar kijk waar ze zelf in woont. Geen wonder dat zij de hele dag in een bed ligt en een uitkering heeft. Maar ja, een huis is een huis. En ik denk dat je daar in deze tijd al heel erg blij moet zijn. Of het nou een sociale huurwoning is of een rijke woning, maakt me niet uit. Huis is een huis. Laten we even naar binnen gaan. Hey lieverd, ik kom hier even ophalen. Oh, gezellig. Het was heel erg leuk gisteravond. Maar hier is jouw blauwe mooie auto, want ik zie nu ineens iets anders voor de deur staan. Ja, dat gaat niet om. Maar laten we vandaag iets leuks gaan doen. Wat wil je vandaag eigenlijk gaan doen? Laten we eerst even naar jouw oude huis gaan. En volgens denk ik wel dat het goed idee is om iets anders leuks te gaan doen. Oké. Nou ja, weet je, laten we dat even gaan doen. En ja, verzin maar even iets. Wat wil je gaan doen? Laten we zometeen even naar de juwelier-shop gaan. Oftewel naar Zuid. Ah, Zuid, oké. Nou ja, duidelijk. Maar duur. Die kippenwisseling is gehad. En jij trakteert, hè? Ja, natuurlijk, snoetje. Ik ga weer trakteren. Komt helemaal goed. Laten we hier even in gaan stappen in deze auto. En ja, ik denk dat het wel een goed idee is. Gast, met wat voor lelijke auto kom je nou weer aan? Die zat gisteren voor je deur staan. Hé, luister lieverd. We hebben gewoon deze auto, ja? Stap gewoon in, zou ik zeggen. Ik stap ook in. Ja, echt. Hey, Bineetje, is je benzine op of zo? Mijn benzine is niet per se op, hoor. Hoezo? Ja, dat zie ik. Waarom ga je anders zo'n lelijke auto heen? Jeetje, Bineetje zegt. Ik had liever dat je Bianca auto mee had genomen. Ja, luister, er is iets met die auto. Die moest naar de garage toe. Weet je wat? Vooruit dan maar. Ik ga gewoon met je mee. Maar alsjeblieft, kom niet weer met Olkijn aan, hè? Maar wat is je andere auto dan? Ja, die is bij de autogarage. Ik had het je toch verteld? Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want je hebt echt zo'n mooie auto. En dan kom je weer dit aan. Godverdamme, zeg. Sorry, ik bedoel, een auto is een auto toch? Hij rijdt toch? Kijk hoe hard het tenminste toch kan gaan. Je moet het ding niet onderschatten, hè? We kunnen nog snel rijden. Ik hoef niet in een snelle auto te rijden. Het liefst hij begint een Lambo met je. Maar je Audi was ook goed. Oké. Wanneer ga je trouwens een Lamborghini halen? Op een gegeven moment ga ik dat wel een keer doen, maar niet nu. Ik wil nu voorlopig in deze auto blijven rijden. En wie weet komt er ooit een Lamborghini in mijn pad. Ja, oké. Goed, weet je, ik laat mijn huis wel even zien. Huh? Mooi en een ander huis dan? Luister, dat huis waar we gisteren waren, was het huis van mijn vader. Hij was een dagje weg, maar ik moest op het huis passen. Hoezo zeg je dat nu pas? Maakt dat niet uit. Een huis is een huis. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Jij woont ook niet in het allerduurste huis, hè? Nou, dus, laat maar. Moet je er zo ver van de stad af? Ja, ik woon inderdaad vrij ver in de stad. Je hebt wel een mooi huis, hè? Nou ja, ik zou zeggen, kijk maar naast je. Godverdomme, ja, leuk huis hoor. Dus laten we even naar binnen gaan dan, toch? Wacht, ik heb een berichtje. Sylvie, ik moet er nou net spontaan even doorgaan. Ik heb nog wat te doen. Oh, oké. Zou ik je toevallig afzetten? Nee, dankjewel. Ik neem wel een taxi. Oké, wat jij wilt. Zij neemt taxi. En zij zegt dat ze ineens andere plannen heeft. Ik vind het wel heel verdacht. Maar ik denk dat ik weet wat ze gaat doen. Ze gaat sowieso naar die Christian Dior winkels en zo toe. En naar de juweliershop. En katverdamme, kijk of wat hier gebeurd is. Het is echt gewoon een bende. Ja, ik weet, het is een lelijk huis hoor. Maar ja, weet je, het maakt niet uit. Het is waar ik in woon. Maar ergens had ik het ook wel beter kunnen onderhouden. Maar ik heb trouwens nog wat nodig. En ja, ik ga even een cadeautje halen, zeg maar, voor mijn vader. Want ja, hij gaat trouwen met zijn vrouw. Dus ik denk dat het een goed idee is dat ik even naar de juweliershop ga. Eigenlijk wou ik er met haar naartoe gaan. Maar ja, weet je, het maakt niet uit. Dan ga ik wel lekker zelf. Zij is in ieder geval weg. Maar ja, wat wil ik ook met zo iemand? Ik ben er wel een beetje achter gekomen wat het is. Het is volgens mij niet echt een loyale dame. Hoe noem je een dame die dit doet? Laat even in de comments achter hoe je zo'n dame noemt. Degene die het allemaal goed zeggen in de comments, krijgen van mij een hartje. Weet je wat? Ik ga dus even naar de juweliershop toe. Nou. Kijk, waar kom je in van een duurdere week aan? En ik weet het, hè, mijn schatje die klinkt ook wel heel erg luxe of rijk. Ja, het is maar wat je luxe of rijk noemt, want als je je zo gaat opstellen, ja, sorry, maar wil ik je dan nog wel rijk noemen? Of ben je dan gewoon broke? En er is niks mis mee om zomaar broke te zijn, maar ik vind het gewoon raar. Ik vind het heel raar gedrag. Is dit een juweliershop? Ja, voor mij hierachter, denk ik. Kan ik hierop komen? Ja hoor. Ja, weet je, maakt toch niet uit. Mijn reserveauto. Het mooiste van alles is dat ik nog rijk ben ook, maar dat hoeft zij niet te weten. Je moet ook een beetje iemand kunnen testen, maar ze gaat spijt krijgen voor wat ze heeft gedaan. En ik wil haar toch misschien aanpakken. Maar ja, laat even naar de juweliershop gaan. Ik denk dat dat wel een goed idee is. En wacht, ben je serieus? Dit meen je niet. Laat even gaan spioneren wat ze te zeggen hebben. Oké, even gauw hier verstoppen. Dit meen je toch niet, hè? Zo, schat. Ik heb wat nodig toevallig. Oh, en wat heb je dan precies nodig dan? Bij voor mij deze nieuwe ring te halen. 1100 euro. Nou ja, bij deze. Hé, maar wat was er nou met die jongen van gisteren dan? Oh, whatever dan. Niks. Ik dacht dat hij een dure auto en een dure huis had. Laat maar zitten. Ik hoef ook niet meer te zien of te spreken. Ik hoop mij wel goed gebruikt voor het uitdagen. Je wordt geld. Waarschijnlijk.
waarschijnlijk was het gewoon zijn vader. Wat een loser is het ook. Wacht, wat? Mensen, like deze video en abonneer op de kanaal met belletje aan als jij vindt dat ik haar nu terug moet pakken. Dus laat het nu weten of ik het moet doen. Waarmee moet ik haar terugpakken? Laat het even achter in de comments. En wie weet ga ik jouw comment gebruiken. Dan zie ik jou weer terug bij deel 2. Adios.